Een van mijn eerste herinneringen aan muziek is rond mijn vijfde dat onze ouders ons brachten naar de Nutcracker in New York bij de Met. Mijn broer van drie zat op mijn vaders schoot en ik tussen mijn ouders in. Ik herinner me goed de enorme concertzaal, vol versiering en licht en het geluid van het orkest galmend door die enorme ruimte. En dat het enorm spannend was voor een kind van vijf. Mijn zus speelde even de piano en mijn broer de klarinet. Ik wil altijd meteen aan de coole instrumenten beginnen, zoals gitaar en drums. Maar ik moest eerst met de blokfluit beginnen, pas later aan de piano. En pas op mijn 14, 15e mocht ik met drumles beginnen bij Piet Klaassen. Hij was echt een karakter en heeft me veel geleerd qua moderne muziek zoals rock en jazz. En ook over het algemeen heeft mij geïnspireerd om mijn eigen pad op te gaan qua muziek. Het is heel belangrijk dat kinderen muziek maken. En dan hebben ze ook een stimulans nodig. En het concours biedt dat. In de jaren 80 had mijn moeder zangles bij Annetje van der Meer. En zij was al enige jaren erelid van het comité van aanbeveling van het Edith Stein concours. Ze hadden ook dezelfde band met het fenomeen zingen. En mijn moeder was weleens bij een recital van Ruud van der Meer geweest op het Concertgebouw. Haar belangstelling voor het concours groeide in die tijd sterk. En toen heeft Ruud van der Meer mij benaderd met de vraag of ik mijn naam aan het toen Edith Stein concours wou geven. En ik heb natuurlijk ja gezegd. Ik vond dat eigenlijk onweerstaanbaar. Vanaf het begin betekende het concours voor mijn moeder veel meer dan alleen de naamgeving. Naast de nationale finale stemden ze ook toe om elk jaar twee regionale concoursen te bezoeken en de prijzen uit te reiken. Ook nam zij de moeite om met Ruud een fonds te bezoeken in verband met subsidies voor wat inmiddels het PCC werd genoemd. Ik leef en adem muziek. Wat zouden we zonder muziek moeten doen? Ik denk dat het voor iedereen die mijn moeder kende het volkomen duidelijk was hoe zij 100% geloofde dat muziek een essentieel component moet zijn van het onderwijs en het ontwikkeling van kinderen. Ze heeft naast muziek ook pedagogie gestudeerd en voor haar gingen die twee onderwerpen hand in hand. Mijn moeder droeg de Classic Express, die alle basisscholen in Nederland bezoekt, een zeer warm hart toe. Intussen werd een muziekwedstrijd gelanceerd. En mijn moeder bestookte al haar vriendinnen via mail en app en tijdens gezellige etentjes om vooral te luisteren naar deze allerkleinste. Ze deed dat iedere ochtend en het maakte haar enorm vrolijk. Mijn moeder wilde absoluut dat het concours in de toekomst zou doorgaan. En ze zag het als een missie om jonge muzikanten te koesteren en te inspireren. En ik denk dat ze enorm blij en trots zou zijn geweest dat mijn tante, prinses Margriet, dit jaar betrokken is bij de nationale finale. Mijn moeders wens voor de toekomst was en is dat zoveel mogelijk kinderen in aanraking komen met muziek. En daar sluit ik mij volledig bij aan.